Mijn hoorde in het verleden wel zijn kleinkind.
wetenschapman lid van zijn fout. En daarom geef ik in dit apparaat een anti-knaap voor ingebouwd. Er kan niks gebeuren. Kan er niks gebeuren? Nee, niks. Nou, dat is ook niet wel voor zo'n ingewikkeld apparaat. Ik bedoel natuurlijk... Kom mensen, laten we niet overdrijven. De professor heeft echt wel eens wat goeds uitgevonden ook. Laat ik nou eerst eens vertellen wat hij eigenlijk precies uitgevonden heeft. Een tijdmachine. Ja, ik heb ook oren aan mijn hoofd, maar wat is dat nou? Wat kun je ermee doen? Eindelijk een wijs iemand. Eindelijk iemand die zijn verstand gebruikt. In plaats van dat gezeur over een onschuldig knalletje. Het meest. Tja. Nou, het is natuurlijk moeilijk uit te leggen aan amateurs. Maar, van hier op neer, met dit apparaat, kun je reizen in de tijd. Geweldig zeg. Stil nou, laat ik nog uitpraten. Wie heeft het nooit gedacht? Ik wou dat ik in de riddertijd geleefd had. Of in de oertijd. Of in de tijd van Napoleon. Wel, dat kan nu. Zouden we toch niet even de dokter bellen? Ja dan. Ik verzeker je dat het zuiverwaard is. Als ik op deze knop druk, kun jij ook reizen in de tijd. Stel je voor dat dit echt waar is. Zou nog geweldig zijn. De reis naar de maan klinkt wel fantastisch. Ach nee, dat kan toch niet? Waarom eigenlijk niet? Wie gelooft in 5 jaar geleden in de reis naar de maan? Ik zou best een reisje in de tijd willen maken. Ik ook. En ik? Professor, mag we mee op reis? Wie wil, mag mee. Hey, bye.
politie zal er persoonlijk op toezien dat de openbare orde gehandhaafd blijft. Leven het gezag! Geen paniek. Rust. Orde. In dat geval zal ik hem arresteren en gevangenlijk laten wegvoeren. Leven het gezag! Nou, u krijgt nog een leuke deel over. Ik vind dat zoals gewoonlijk weer veel te veel gekwetst wordt. Juffrouw Booslag, ja? Ik ben het helemaal met u eens. En u kunt het weten. Ten slotte heeft u ons nog allemaal in de klas gehad. En ik vind dat u als hoofd van de dorpsschool het eerste recht heeft om kennis te nemen van mijn grote uitvinding. Gunsje, je bent enig. Ah, je was vroeger als een aardig ventje. En je hebt het tenminste nog ver gebracht. Al ben je er geen onderwijs geworden. Misschien wordt het nog wel een keer als de boel niet te veel gaat knallen. Ah. Jullie geloven mij nog steeds hier, hè? Nee. Ik heb het doorgedraaid. Net als je vanmiddag hartstikke jouw goed. Juffrouw Ooslaar, maar welke tijd was u van terug? Dat is gauw gezegd, Joop. Ik verlang vaak terug naar de tijd toen de heren nog ridderlijk en galant waren voor de dames. Ik bedoel de riddertijd. Dan zie ik troubadour van kasteel tot kasteel trekken en daar de ontroerende liederen te zingen. Ja. Nou, dan drift het! Toevallig zit op mijn regime ook een troubadourknop. Als ik daarop druk, bestaat er binnen enkele seconden een echte troubadour voor mijn neus. Oh Joop, je bent verrukkelijk. Goed, let maar eens op. Ik tel tot drie. Waar gaat hij dan? 1, 2, 3. Maar de duur al lang, moet er uit de dag en moet er uit die zon te wenen.
in het openbaar. En als we dit beschrijven, gemeenheid is meteen overtreding. Leven het gezag, bij het tekje. Ja, dit is ongelooflijk. Wie had het ooit verwacht? Nog één woord en ik sluit me persoonlijk in de gracht. Nou, commissaris, het begint de aardigheid uit de hand te lopen. Rustig, rustig. Geen paniek. Laten we de toestand koel onder ogen zien. Ik mag misschien als ik even opmerken dat het tot nu toe niet uit de baan gesprongen is. Inderdaad, professor. Ik vind dat we eerlijk moeten toegeven dat we ons vergist hebben. Dit lijn is niks aan elkaar geknald, maar die malle tuipen zien de week wel goed af. Is dat nog wel eens willen zien, professor? Nee. Ik ben voor de koningin. Toen, professor, mogen wij ook eens kiezen? Alsjeblieft, professor. Wat mij betreft wel. Drukstof voor een half uur zijn zeerovers uit het ding te toveren. Kan ik ze arresteren? En dan kan ik laten wegvoeren. En wie zal dat dan voor je moeten doen? Je hebt geen agenten. Ik vind dat we democratisch te werk moeten gaan. Meeste stemmen gelden. Yeah! Professor, heb ik daar niet overal voor de kracht? Ik zal best eens een stelletje over mijn kaart willen zien. Ja, zeg! Een geweldig idee! Als het uit de hand had, hebben we altijd de commissaris nog. Hier is het voor dit man! Ik tel mee tot 3. Daar gaat het. 1, 2, 3. Ai, 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 ai.
Het kan je niet misgebeuren. Erg gevaarlijk lijken ze me niet. Jij hebt een door B afgemaakt, Cesar. Zeer ernstig. Ontzettend zijn hoer. Ik heb er niet spatie mee, hoor. Waar zeer veel geschatte mensen zijn. Geen wilde apen. Aan. Zijn nu zeer veel dankbaar voor de redding uit verscheurende berenklauwen. Tegen dolle weer geen knuts bestand zijn. Ik heb zo zeer veel sterk. Misschien 5 en 11 in deze grote overmacht van Cesar. Oi, geweldig! Grote hoofdcruisaris, een arts moet daar vrienden zijn. Oei. Ai. Oei. Op plaats. Rust. Als je me nou, eindelijk heeft het een paar agenten. Wauw, doe je nou zoiets, commissaris? Ach, kwestie van discipline. Hier heb je het, wat heb je nu? Hij wil zijn 15 jaar niet meer kwijt. Hé, hey, wat is er? Hey. Dat denk ik ineens niet. Zeg, professor. Tot 10 minuten uit het verleden. Maar, hoe gaan ze weer terug? Ja. Ja. Dat is een goede vraag. Verdeling, professor. Ja. Nou, schiet eens op, Jopie. Er wordt hier iets gevraagd, joh. Kijk, het is erg moeilijk. Ik zal het dan maar zeggen. Ik weet het niet. Wat? Ja, zie je. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Daar heb je niet aan gedacht? Nee. Oh, professor, wat heb je gedaan? Oh, professor, wat heb je gedaan? Oh, professor.
dat het strafbaar is? Ja. Onzinnige vraag. Wordt niet op antwoord. Barentje, stel je niet aan. Als er niets over in de wet staat, is het natuurlijk niet strafbaar. En kun jij de professor dus niet arresteren? Nou, wat staat er over in de wet? Wel in het verleden kon laten terugkeren. Zou jij dat hem wel zo leuk vinden? Gebruik toch je verstand. Dan was je immers je agent in het feit. Ja, en dan was de juf na troep het hoedje weer kwijt. Ja, dat is verleden. Je brutale mond houden. Ben je wel vlecht die je daar bent? Er zit natuurlijk wel iets in. Ik moet helaas toegeven dat de wet op dit punt nogal vaag is. Hoe denken ze het er eigenlijk zelf over? Ja, dat is het belangrijkste. De vorders. Oh, zijn bereid. Oh, het geeft me niet. Wat die zegt,
vijf boten schot. Maar er is een piep van mijn meteormachine. De anti-knalpoppen. Geen paniek, geen paniek. Mannen, actie, actie. Bescherm de burgerij. Achteruit, achteruit, doei. Vingers in orde. Vingers in orde. Zand op knal. Meer. Dat blijft toch knallen. Ja, maar nu heb ik een anti-knalpoppen in gedachten.
De professor leert het nooit! Ik zag het best. Wie heeft de tekst voor? Niemand, hè? Wil ik zeggen? Nee, ja. Ik weet het niet.
Hallo, met een spion. Hallo. Is een spion? Komt er tegen mij op? Ja. Ze zijn er wel in de vijf, hoor. Kijk dan. Oh, dat is wat langer. Ja, ik zie.
manier op. Ik wil niet samen. Goed. Ja, dat is weer. Waar ik nu eigenlijk beginnen aan het gedeelte waar voor de meeste toch wel eigenlijk de afgelopen jaren gewerkt hebben, waar ze naartoe geleefd hebben, eindigen we lager school het uitreiken van rapporten, het laatste fatale rapport en de diploma's en vaardigheidsdiploma's. Daar waar ik nu mee beginnen als ik hier op het podium kan krijgen de heer Schmink en de Alkoetje. Ja. Alsjeblieft. Kom nu op die tweede gemeente. Ik ben op zoek voor de kinderen, maar de heer commandeur bezocht zich ook vroeger bij deze. Zijn jullie voor de komen halen? Voor de komen. Zo zit het in. Ik wens je veel succes op de volgende school. Ik geloof dat het best wel leuk is. Hero? Ja. Voor degenen die het nog niet weten, van de oude commissie krijg ik leerlingen aangeboden om het couvert bestaande het mes mee te vormen. Met daarin gegraveerd de naam van deze school. Laat je niet kennen. Je weet best hoe de zaak voorstaat. En je zal wel goed wet op die volgende school. Want ik heb niet zo. Ja, goed voor deze goed. Ik kom er als kind gelijk. Ja, maar goed zitten zoals nu. Ja. Jongen, succes. Op je morgen is het al jij, dit is geen andere. We gaan in de haven op zoek staan en dat vind ik niet zeggen. Ik heb inderdaad zo graag op licht gesproken. Ja. Succes. Onze spreker van vanavond, die ik nog even mee dank wel en applaus graag voor aan elkaar praten. Pakken, ondanks iedereen voorgenomen plannen toch min of meer iets op te volgen. Ja. Wij geloven dat het. Wij geloven dat het. Al de mogelijkheden moet behoren. Succes, jongen. Ja? Ja, dat mag niet vast. Het is lang, hoor. Nee, maar jou een beetje in glimlach aan moeten kijken. Die kijkt naar ons. Nee. Eindelijk met de school uit, schot. Hij weet wat hij bedoelt. Dan krijg ik hier nog iemand voor mij die het ook erg zwaar heeft te verduren al in de school. Constant achterna gezeten door allerlei deze die waar ik constant zoen is, zolang ik aangehaald heb.
Dan gaan we verdienen. Oh, Vera gaat door. Oh, we moeten niet bij neerleggen, ja, want dat hoeft echt niet. Het moet jou best lukken. Succes. Carolita. Mijn al. Carolita, als je goed bent, ben je pas dit jaar in Nederland. Ja, ja. Al eerlijk voor je achterzicht. Succes in de volgende school. Al voor jou geldt een beetje zelf ook, hè. Je weet precies hoe het moet. Dat loopt heel gauw weg, ja. Je zal er hard tegen aanlopen en je zal niet zo toch geen kunnen maken als hier op school. Ja? Je kan daar de meeste zakjes schoppen. Geef je nee, natuurlijk. Als laatste van ons gezelschap zijn er maar 16, dus dat heb ik ook niet zo lang gedaan. Petra, het hele jaar doorgegaan voor Wilma. Petra, Wilma van Baak. Zou juffrouw Ten Hoed even naar voren willen komen op het toneel? Hey, juf, hebben we hier twee jaar in de klas gezet en daarom hebben we gedicht gemaakt. Dan begin ik, hè. De eerste stap was juffrouw Ten Hoed. U begon aan ons met goede moed. U leerde ons het ABC en 2 en 2 is 4. Twee lange jaren gaf u ons les met veel plezier. Hier een aardigheid van klas 6. En voor de toekomst veel succes. Ook met uw aantal les. Doe uw best, dan lukt het gauw. En bent u zo trots als een paal. Thank you.
Daar hebben we een gedicht voor gemaakt. Handwerken deden meisjes 6 lange jaren met wol en verschillende soorten garen. 1 jaar mochten het jongens ook meedoen, breien, borduren en haken. Om vooral iets leuks en nuttigs te leren maken. We hebben dan ook heel wat leuke dingen gepresteerd. Want mevrouw Harthuis stelt het ook, heeft het ons geleerd. Alleen is het maar, u bent nu ziek. Toch vergeet de 6e klasse niet. Wij hopen dat je er gauw weer bij zult zijn. Dan loopt alles weer in je rechte lijn. Dus Frans moest er weer tegenaan. En wat je nu ook verder doet, doe het met veel plezier en goede moed. Een geschenkte herinnering van de 6e klas van de Lovelingenschool. FWV.
En zo was ik al met roken gaan minderen. Ik zal niet meer gaan roken, want ik moet er toch gebruik van maken. Ik dank jullie wel allemaal. En, ja. Hallo. Dankjewel. Marcia, nou is het pas slechts hier. Waarin de kinderen zich niet helemaal happy schenen voelen. Een voorgemeester uit de vijfde klas die bleek plotseling niet meer terug te komen. Had werk gevonden op zijn ouderschool. En ze kregen toen een invaljuffrouw die ook enige moeilijkheden had. Maar mij is de taak om dit geheel op te vangen. En dat bleek mij 100% mee te vallen. Dat komt, dat ligt denk ik voornamelijk aan de kinderen zelf en niet zozeer aan mijzelf. Ze hebben nu alweer toch al 4 weken gehad, dus ze hebben niet het hele schooljaar mogen hebben. Maar daarom niet getreurd. Ondanks het feit dat het een iets korter schooljaar is geweest, dacht ik wel dat het niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mij een heel leerzaam schooljaar is geweest. Aangezien het de eerste keer is dat ik een klas in zo goed als volledig schoolwerk mogen begeleiden. En ja, dat is het volgende punt. Oh ja, dat is ook voor mij. Ja, oké. Deze keer is het ook. Ik vond het erg fijn deze klas te hebben. Zoals ik eerder opgemerkt heb, heb ik een klas op 30, 35 afgewerkt. Dit behoort erbij tot een vijfde klas die ik gehad heb. Er zijn er 2 gewoon uit geweest, zoals deze klas. En ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend geproefd heb om zo het eerste vlak van schooljaar te mogen doorbrengen. En het kwam echt niet alleen maar nogmaals omdat er zo weinig kinderen zijn. Want als ik ze stuk voor stuk bekijk, is er geen één leerling. Je hebt altijd een leerling waar je echt moeilijkheden mee hebt. En dat merk je zeker als je invalt. En echte moeilijkheden, in de zin zoals ik wel eerder gekend heb, die heb ik hier totaal niet gehad. Dus Nogmaals weer een grote meevaller. Ik wil enkele punten uit het jaar nog even naar voren brengen waar jullie waarschijnlijk wel aan zullen terugdenken, omdat dat speciaal in de 6e klas gebeurd is. Allereerst de schooltuinen met jullie ook in de 5e klas hebben gehad, vervolgens op de 6e klas. Schooltuinen met de heer Endert en zijn meesterlijke tuintje. Het was al een meestal tijd, want ik moest het natuurlijk zelf bezorgen. Ja, ja, ja. Nou, dat moest ik ook zelf dragen. In de tweede plaats. Met de auto!
Hebben jullie al eens een keer meegeholpen? Ja, ik ben heel in tweede plaats, even in de ring die teruggroepen, onze muzieklessen. Onze muziekluisterlessen, die helaas, toen zo laat blijven dan, meer tekenlessen zoals waren dan muzieklessen. Ik zelf heb, en ik dacht dat inderdaad een grote vriend, die nog wel eens te laat kwam, maar ik een bloedhekel aan heb, als ik denk zo moet zeggen. De eerste lessen van muziek waren, dacht ik, uitermate interessant, omdat ze diverse instrumenten leren kennen. Ze kwamen toch een beetje in aanraking met klassieke muziek, wat ik zelf ook altijd weet te waarderen, buiten alle andere muziek waar ze wel van houden. Vervolgens op het programma stonden ook de museumlessen, het Vincent van Gogh, het Stedelijk en het Rijksmuseum. Het bleek iets anders uit te vallen dan ik weer verwacht had. Ik dacht dat het museum van de derde kunstschool niet gewaardeerd worden. Maar de kinderen blijken daar ook meer waardering op te kunnen brengen voor het Rijksmuseum, niet waar? Ja! Ik vond het wel jammer dat ik niet aandacht heb gezegd in de bel, maar ja, misschien denk ik dat het zal zeggen ergens. We hebben ook nog deze winter mee mogen maken dat het water in de buurt weer zo bevroren dat we toch nog een keertje op natuurijs kunnen schaatsen. Daar heb ik nog enkele foto's meegenomen en die heb ik dus kunnen laten zien aan de verschillende mensen. Hartstikke goed, hè? Maar hij doet het helemaal niet. Wel allemaal. Kutjes, wat is dit voor kutjes? Even houden, hè? Achter me, ik zei niet. Wacht het altijd niet aan. Ik zie niet helemaal jou opgelekkend, lieve mensen. Ja, even houden. Een ander punt nog, de carnavalsoptocht dit jaar. Door de stromende regen gaan we bijna zitten. Toch zijn we allemaal achter een paard en de verdoemd aangegaan. Ja, schoolvoetbal, waar wij helaas op grote sterren door derde. Derde zes. Waarom heb ik het uitgehoord? Ik denk dat als we jullie allemaal op een weegschaal zouden zitten, dat jullie wat gewicht betreft in ieder geval, maar de helft kwamen van het gewicht. Ja, zeker weten. Laten we het niet over de lengte hebben, de breedte. Schoolvoetbal overigens, wat voor het grootste gedeelte geleid is door de heer commandeur Jan Nalsink en de heer Sink. Af en toe ook op het voet niet over gezien. Ja, het is meer. Nou, wat zeg ik nou, heb je rust? Leek het in, hè? Nee, maar niet. Oké, rust en orde. Nou, en tot laatste, uiteraard, in iedere zesde klas komt dat de sprake, dat is de toets. Het is een tandtoets. Het heeft heel wat zenuwen en waarschijnlijk slapeloze nachten gekost voor de kinderen. Maar de resultaten waren, vond ik erg bevredigend. Ja, die vielen mij eigenlijk eerlijk gezegd zo mee. Maar gemiddeld genomen was het. Vrijwel het mogelijk gemiddelde, dat is goed, zonder meer. Ook nog hebben jullie een sportdag gehad en het laatste natuurlijk de weg. En dat is, dacht ik, een dagelijks succes geweest. Dankzij het fantastische weer wat we gehad hebben. Alleen de laatste dag hebben we het een beetje koud gehad, de laatste nacht mag ik wel zeggen. Maar als we onze aanwijzingen goed hebben opgevolgd, drie broeken, vier truien, alle ondergoed, alle sokken. En de schoenen ook nog. We hebben aangetrokken, is echt niet koud. Rest mij nog een aantal mensen te bedanken die onder andere deze avond en nog andere avonden en toestanden in de hele school tot een succes gemaakt hebben. Op de eerste plaats de oude commissie voor alle medewerking en Roetje die zit dit afgelopen jaar voor mijn klas, mag ik wel zeggen, vragen. In de tweede plaats zou ik de ouders zelf willen bedanken die voor deze avond toch enkele kostuums in elkaar gedraaid hebben. En
Dat is een goed ook, want ik zelf ben technisch gezien ontzettend onhandig. Twee linkshanden. Ja, ik heb net ook gezien. Meer links, twee linkshanders. En nou, ik vind het fijn dat de ouders het zelf een beetje hebben gedaan, zelf een beetje geïmproviseerd hebben. Vervolgens wil ik nog twee ouderen bedanken die mij onder door de kleine klas hebben bijgestaan. Voor de gordijnen te sluiten in de dichter is Frankie en Richard. Ga maar. Dan kom ik hier dan met onderschat en even de boel meesters. Als laatste, tenminste voorlopig, wil ik de heer Smink bedanken. Ik heb al gezegd, het is het eerste jaar dat ik een klas mee heb geleid. Ik heb dus niet helemaal alleen kunnen doen. Ik heb echt nodig steun op nodig gehad en ook gekregen van de heer Smink. En dan wil ik toch graag ook een applaus. Mochten mensen begrijpen, zijn jullie me niet kwalijk. Ik heb net al op alcohol weer opgemerkt. Ik zeg alles meerdere keren. Dan voel ik de avond niet een beetje. Mochten mensen begrijpen, zijn, dan komt het hoog waarschijnlijk door de zenuwen. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik al bij het publiek moet spreken. Dus dit nemen we ook niet kwalijk. Last but not least, wat dat betekent. Leren jullie wel op je volgende school? Wens ik nogmaals iedereen van de zesde klas heel erg veel succes op je nieuwe school. En denk eraan dat na de vakantie het waarschijnlijk niet zo makkelijk zal gaan als op hier op school. Ja. Je zal er een stuk harder voor moeten werken. Vraag dat naar een oudere broers, zusters of oudere vrienden en vriendinnen. Ja, het zal beslist niet altijd zo makkelijk gaan. En een allerlaatste opmerking in dit verband. Ik vind het echt niet erg als je in de loop van het komende schooljaar, als ik hier nog op school zit, als wij hier nog allemaal op school zitten, dat jullie nog eens een keertje langs komen. Ja, om te vertellen hoe het is en gezellig te praten en misschien nog een beetje te dollen of zo. Ja? Heel goed, dat zit je wel verdiend te zijn. Als laatste, u kunt na afloop hiervan nog iets drinken. Aan de tafel daar bij de oude commissie mee die dag gestaan. U hoeft niet meteen weg, niet nodig. Mocht u nog even eens willen spreken, dan staat er uiteraard gelegenheid toe. De foto's van de dia's die u gezien heeft, die kunt u na de vakantie bij de Smink bestellen. Ze zijn allemaal genummerd, dus dan kunt u gewoon kijken tegen een lichte lamp of zo en dan kunt u ze bestellen. Ja? Oké. Hij blijft niet zitten wat hetzelfde zeggen, maar morgen is voor de zesde klas, ja luister goed, de zesde klas, de laatste schooldag, dan gaan we dus weer opruimen als ik het wel heb. Op 10 uur van school aanwezig zijn, is het mogelijk te laat aflopen deze avond. En verder nog iets, morgen laatste, dat is het. Ja, maar wij naar huis. Ja, ik moet daar door.